Nu de partijprogramma's gepresenteerd zijn en de verkiezingsstrijd is losgebarsten, wordt duidelijk waar, althans volgens de politici, de Nederlanders naar verlangen. Volgens sommigen van hen, sommigen, verlangen we naar de gulden en naar een zelfstandig Nederland los van Europa. Al denk ik soms wel eens dat sommige mensen Nexit aanzien voor Netflix en daar willen we allemaal wel naar kijken. We verlangen ook volgens die politici naar een overzichtelijk leven, waarin de benzine betaalbaar is, het gas bijna gratis uit Groningen komt, waarin de boer liefdevol zijn varkens verzorgt, het gezin de hoeksteen van de samenleving is en er geen verwarring is over wie man en wie vrouw is. Met de toenemende onzekerheid ontstaan door onder andere een zinloze oorlog, de angst voor vergaande digitalisering en robots die het heft in eigen hand nemen. Of door te ver doorgevoerde marktwerking. of te lang uitgestelde beslissingen in zaken leefbaarheid. en duurzaamheid en klimaat. ja, door al die onzekerheid. neemt ook het verlangen naar vroeger toe. Nostalgie. Het is dat emotionele verlangen. naar het verleden. omdat de horizon van onze hoop en wanhoop. te groot en angstaanjagend is. Ik ben niet. Tegen nostalgie, ik ben niet tegen terugblikken, in tegendeel. Het verleden kan ons helpen als we het maar niet idealiseren of romantiseren of zelfs mystificeren. Er is een soort restauratieve nostalgie als een soort heimwee naar een thuis dat niet meer bestaat. En politici spelen daar graag mee, omdat het zo aanspreekt. En omdat het zich lijkt te verzetten tegen noodzakelijke veranderingen die alleen maar meer onzekerheid projecteren. Het verloren thuis. Ook al bestaat het niet meer. Het is in elk geval een helder beeld. Een mooi, maar onbereikbaar ideaal. Maar dat laatste verzwijgen de nostalgische politici maar even gemakshalve. Het past ook niet in een statement van één minuut. Als we terugblikken, dan liever om iets te leren van het verleden. Ik noem dat reflexieve nostalgie. Een reflexieve nostalgie is zich bewust van de afstand tussen het verleden en het heden en is er niet op uit om het verleden te herscheppen. Nee, in deze vorm van nostalgie wordt het verhaal van het verleden actief en vitaal omdat het verteld wordt in het heden met het oog op de toekomst. Hoe kunnen we in het verleden zin en betekenis vinden? Hoe kan het ons richting geven voor een toekomst die hoe dan ook onzeker is? Het antwoord is even eenvoudig als complex. Door het verleden te herdenken of nog beter te ritualiseren. Een sterk voorbeeld hiervan is het steeds veranderend ritueel van de dodenherdenking, zoals we dat vieren op 4 mei. Het lijkt elk jaar hetzelfde, maar de verhalen eromheen en de mensen die het ritueel dragen, zijn ieder jaar anders. Het verhaal wordt doorverteld. Niet als een dood verhaal van het verleden, maar als een levende herinnering die steeds opnieuw aangevuld wordt. Zo leren we van het verre en het dichtbije verleden wat de waarde van vrijheid is voor het heden. Ik moet ook denken aan een tijd nog. Rond diezelfde Tweede Wereldoorlog, waarbij we stilstaan op de dodenherdenking. Het moet denken aan Eleanor Roosevelt, die als gedelegeerde bij de Verenigde Naties namens Amerika de Commissie voor de Mensenrechten voorzat. En toen de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens in 1948 gepresenteerd werd, zei Roosevelt: citaat, We staan vandaag op de drempel van een grootse gebeurtenis, zowel in het bestaan van de Verenigde Naties als in het bestaan van de mensheid. Deze verklaring zou heel goed een internationale Magna Carta kunnen worden voor alle mensen waar dan ook. Die universele verklaring voor de rechten van de mens bestaat nu 75 jaar. Dat vraagt om rituele en feestelijke aandacht. Het is een feit om te herdenken met inderdaad een nostalgische blik: een nostalgische blik op de toekomst, waarin nog heel wat rechten van mensen. Schreeuwen om vervulling. Dank voor uw aandacht.